Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Hallo, hallo. Ja, normaal zie je mij ook staan nu, maar er is iets misgegaan met mijn memory card. Dus het clipje dat ik had opgenomen om te vertellen wat we gaan doen deze video, die is er niet. Dus ik vertel het even aan jullie met een fantastische voice-over. Vandaag ga ik naar Ubisoft. Ze hebben me uitgenodigd voor het nieuwe seizoen, want er komt iets leuks aan voor Nederland. Ja, wat zal het worden? Ik heb het gisteren al een beetje zitten kletsen op stream. En ik denk dat er Nederlandse operators komen. Misschien komt de Pro League naar Nederland. Eén van die dingen, denk ik. Maar we gaan het zien. We gaan vandaag richting Ubisoft om erachter te komen wat er precies gaat gebeuren in het nieuwe seizoen. Nagini, wat denk jij dat het wordt? Ach, je bent zo schattig. Oh, ik wil jou aaien. Mag je aaien? Nee, stinkhand. Oké, doei. Oké, ik was eigenlijk van plan om te gaan, maar toen bedacht ik heb helemaal niet gegeten en ik ken mezelf. Dan heb ik chagrijnig en ik moet natuurlijk wel een beetje leuk doen. Dus ik maak vandaag Muhammara. Dat heb ik gisteren gebruikt tijdens eten, is niet opgegaan, dus ik gebruik het gewoon nu nog een keer. En het is echt super spicy, ruikt het in ieder geval. Het is pittige paprika salade met walnoot en granaatappel. Ik bedoel, wie heeft dat ooit bij elkaar bedacht? Dat is echt een genie. Niet een genie, nee, een genie. En ik heb meteen even die mail erbij gepakt, omdat ik het adres even op moest zoeken. Nadat het vijfde jaar van Tom Clancy staat er. Wil ik altijd voor de pers een nieuwe seizoen kan spelen. Dus het is iets voor het nieuwe seizoen. Dat komt binnenkort uit. En ik ben heel benieuwd wat het dan gaat worden. Oké, een beetje komkommer erop. Ik ben niet zo goed in komkommer snijden als ik geen... Hoe heet dit? Geen aardappelschilmesje heeft. Het komt op 16 februari uit. Dus deze vlog is... Ja, jullie weten het dus nu. 16 februari... Al een testserver, maar nu zul je al een aankondiging mee aan de slag kunnen, het event. Deze keer willen we graag dat jij hierbij zou kunnen zijn als een van de grootste Rainbow Six Siege streamers van Nederland. Het komende seizoen is namelijk heel erg uniek voor Nederland. Wat een tease. Wat moeten we ermee? Wat wordt het? Ik wil het weten. Ik ben zo benieuwd. Ik ben echt zo benieuwd. Gisteren heb ik de hele tijd Rainbow Six Siege gespeeld. We hebben Platinum letterlijk geroken. We zaten 2 van Platinum vandaan. Dus dit seizoen is mijn seizoen, jongens. Vandaag gaat het gebeuren. Ik hoop het. Oké, mijn boterhammen zijn klaar. Time to go. Zo neem ik altijd voedsel mee in de auto op een keukenpapiertje. Laatst had ik bitterballen uit de oven. Hartstikke gezond. Had ik ook zo. En kijk, dit vond ik ook wel grappig. Zo groot fan ben ik van Rainbow. Altijd een Rainbow Chubby aan mijn sleutels zitten. En een Twitch opener. Dat zou best kunnen, ja. Want zij zat in het ook veel van die actiefilms. Ja, waar, Impossible was. Dus 15 februari, aanstaande zaterdag, wordt tijdens Six Invitational, wordt alles wat ik nu vertel, wordt bekendgemaakt. Dus als je het wil inplannen, dan moet je het gewoon om 17:30 doen, dan zit je gewoon helemaal safe. Nieuwe operation, we hebben hem eergisteren hebben we hem geteased, Operation Void Edge. Dit zijn de 2 operators. De eerste operator is deze, hij valt er een beetje buiten, maar is deze ruimtechick. Ze heet Jana. En het leuke aan Jana is, ik weet ook niet, als je heel goed had opgelet, had je het kunnen zien. Is dat ze namelijk Nienke Meijer heet en uit Nederland komt. Ik zei het toch! Dus dat is, we hebben eigenlijk vet. Als een Nederlandse operator, waar we heel vet. Lang voor moeten vechten, maar we gaan er krijgen. En ja, wat kan ze? Nou ja, dit. Ah, cool. En om een beetje toelichting te geven wat ze dus kan, ze kan een soort prisma van zichzelf maken, want alibi op defense kan zij een soort van op attack.
Zij kan dus een prisma van zichzelf maken die eruit ziet zoals zij zelf. Je ziet haar hier dus rennen en daar staat ze als in het echt. En zij kan dus lopen, ze kan bewegen, ze kan doen zoals een echt operator. Maar ze kan niet schieten, ze kan niet door ramen springen, ze kan niet barricades kapot slaan. Dus het is in feite gewoon een levende droom. En zo is ze ook gemaakt. En als ze iets van schade krijgt, dan is ze ook meteen stuk. Dus als een maestro cam op haar schiet, als ze in een bandit charge loopt, als iemand op haar schiet, dan is ze kapot. Je hebt meerdere charges en die komt steeds weer erbij. Nou, hier zie je ook dat ze dus wel omhoog kan rappelen, maar ze kan niet naar binnen gaan. Dus het is echt puur een scoutingstoel die heel erg lijkt op een echte operator. Dan hebben we de andere operator, vind ik zelf ook een hele toffe, is Oryx. Hij komt uit Jordanië. Is dus een verdediger. En wat kan hij dan? Hij kan heel hard rennen. En dit is, vind ik zelf, een van de coolste dingen die hij kan. Oh. Een hedge omhoog springen. En hij is vooral heel erg gemaakt als roamer. Hij kan dus dashen, waardoor hij heel snel is. Hij kan in hedges klimmen, waardoor hij heel makkelijk kan roteren. En wat hij ook nog eens kan, is door muren heen springen. Dus het is ook handig om rotatiemogelijkheden te maken. Het is ook handig om tijdens prep phase kan je eventueel rotaties maken. Het nadeel is, iedere keer als je door een muur basht, krijg je 10 AP eraf. En zijn dashes bouwen als het ware op, een beetje als Leisure Mind. Nou, hier zie je dat hij de 3 maximaal heeft en hij kan die dus iedere keer opnieuw gebruiken. Maar mocht je door een muur heen bashen, dan ben je meteen alle 3 kwijt. Of je er nou 1, 2 of 3 hebt, je bent al je bashes kwijt. Maar mocht je nou willen rennen, dan kan je wel 3 bashes gebruiken. En dat maakt Oryx best wel een goede roamer. Nou, zo ziet het eruit als hij omhoog springt. Je hoeft er dus ook niet doorheen, je kan ook letterlijk springen. Kijken, oh kut, ze zit erin, ik ga weer naar beneden en dan ga je via een andere kant. Dus het brengt echt wel nieuwe mechanics naar seats die nog niet eerder gebruikt zijn. Nu gaan we de game spelen. De rework map van Oregon met 2 nieuwe operators. Op een test server 5 tegen 5, dus ik ben heel benieuwd. Oh, geen ekel. Een beetje in de Nederlandse stemming te komen. En kopdrol. Stroopwafels ook nog. En ja. Dat is van het Amerikaans aspect. Ja, precies. Ja, drop mij niet van mijn hand. Jawel, joh. Ja, joh. Wel, joh. Dat heb ik geprobeerd. Ja, ik heb het al geprobeerd. Bam. Oké, dan is het even tijd dat ik ook echt met Iana mag spelen. Ja, dat zien jullie hier. Jullie horen mij niet, wel mijn teammate. Ik praat uiteraard ook, maar dat hoor je niet in dit stuk. Nou ja, jullie zien een beetje hoe ze speelt. Dit was nou niet de mooiste gameplay die ik ooit heb gemaakt. Maar goed, je kunt goed zien wat ze doet. En dat is wel leuk. Dus geniet er eventjes van en dan zie ik jullie na de game. Ja, sorry. Sorry. Cluster charge live. Ja, nee, het is altijd een van die twee, eerlijk gezegd. Detonating cluster charge. Hier loopt hij.
Tijd voor een lekker broodje. Oké, ik zit weer in de auto. Het is inmiddels 2:30. We hebben heel veel potjes gespeeld. Dus dat was de gameplay. Het evenement was heel leuk. Of evenement, het was een soort release persdingetje. Heel cool. Allebei de operators zijn heel erg vet. Ik vind ze echt heel cool. Super OP. Super leuk om mee te spelen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ik met jullie deze champions of operators ga spelen. Ja, ik kan eigenlijk niet wachten tot ze uitkomen. Maar eerst op de testserver en dan pas in het echte spel. En de reworked Oregon vind ik ook leuk. Want Oregon was nooit echt mijn favoriete map. En nu vind ik hem denk ik wel wat cooler geworden. Dus daar ben ik wel heel dankbaar voor dat ze die ook veranderd hebben. En ik ben uiteraard gewoon heel dankbaar dat ik er vandaag bij mocht zijn. Het was heel erg interessant en leuke mensen die meespeelden en zo. Ja, echt leuk. En nu is het weer tijd om naar huis te gaan. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk vinden, geef een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!